Goedemorgen allemaal, het is vandaag eindelijk maandag en dat betekent dat ik vandaag richting California, San Diego zal vliegen. Ik zal via Minneapolis zal ik naar San Diego vliegen. En zoals je kunt zien, ik ben helemaal bepakt en bezakt. Daar staat mijn handbagage en daar staat mijn grote koffer. En ik ben nu nog even mijn laatste koordjes en mijn laptop die daar in die gele tas zit. Ben ik aan het pakken, dus ik ben helemaal klaar. Ik ben er klaar voor. En mijn ouders zullen me afzetten samen met mijn broertje en die zullen me uitzwaaien. Dus het is allemaal heel erg spannend. Enrico! Op dit moment zijn we op Schiphol. Mijn ouders zijn meegekomen. En mijn broertje daarvoor. Ja, ja, ja! We zijn eindelijk aangekomen in San Diego. Het is nu 8 uur 's avonds hier en het is bij jullie thuis 5 uur 's nachts. En daar is David met Genitia. Ze kwamen allebei met dit aanlopen. Pericos! En de ballonnen. Het is een lange vlucht, 15 uur. En ik ben nou echt doodmoe. Maar ik ben heel blij dat ik hier ben aangekomen. Daar is San Diego. En het is 8 o'clock at night. Ja, het is 8 o'clock. Dus we rijden hier gewoon in het midden van Tijuana en kijk wat ze daar hebben gemaakt. Hey, love muffin! Wait, oh, it's not that. nog iets. So you're back. What the fuck zijn ze allemaal doen? Nog één. Let's have some fun. En voor mij hebben ze daar een of ander feestje georganiseerd. Oh my god. Ik moet het niet uitzetten. Wat hebben ze gedaan? What the fuck? Het is feliz cumple, celeb. Oh ja. Welcome back home, Ericos. Oh my god. Hey, love muffin. Oké, ik had het al een klein beetje verwacht, maar dit is echt ongelooflijk. Ze hebben hier een soort van feestje voor mij gebouwd. Een soort van welkom feestje, allemaal ballonnen hier zo. Heel het huis is versierd en dan dit is nog het leukste stuk. Al die mensen, allemaal eten hier. Zelfs een taart. En een heleboel eten. Ongelooflijk. David en zijn vrienden hebben me allemaal verrast met een welcome back party. En ik had al zo'n vermoeden onderweg, want hij was aan het bellen heel veel met mensen. Allemaal in het Spaans, dus ik verstond er gereed van. En op een gegeven moment moest ik inderdaad van hem gaan opletten op een bepaalde borden. En toen zag ik inderdaad borden van welkom terug en al dat soort dingen. Dus toen kwam ik inderdaad hier binnen. En ik was helemaal... Er zaten mensen op de bank en allemaal ballonnen in het huis. Ik was gewoon helemaal verrast en... flabbergasted, hoe ze dat ook wel noemen in het Engels. Zoals je misschien wel kan horen zijn ze beneden nog lekker aan het feesten, maar ik ga zo wat van mijn graadje af. Dus ik ga nu lekker slapen. Ik heb de master bedroom gekregen, zoals je kan zien aan de achtergrond. Dus dit was eigenlijk een soort van dag 1. Dus ik zou zeggen, welterusten. We zijn nu op weg naar Ensenada. Dat is een mooi strand. Daarna krijg ik ook nog iets wonderlijks te zien, wat heel uniek is in de wereld. Dus ja. We rijden nu naar het puntje daarachter. Het puntje daar zo. Nee, je kan wel zien waar ik ben op dit moment. Welkom in Mexico. Die zul je hier overal zien. Zoals jullie kunnen zien zijn we nu net aangekomen hierboven. Dit is Ensenada. Rondje maken. Hier, daar is David. Hola! Hoi! Hoi! Achter mij is het een beetje voor mij een soort van... lijkt wel een krottenwijk of zo. Maar dit is in ieder geval heel erg mooi. Yes! Het heeft ons alleen voor mij nu ruim een uur geduurd om hierheen te gaan. Dus. Hallo. 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 We
¡Ay, Mauricio! Cuando entre el agua, hace este pepe. Wauw, dat is een van de wonderen die hier gebeuren. Dit noemen ze een wonder hier. Wauw. We hebben net gegeten, dus we gaan nu op weg naar karaoke. Karaoke. Hello. En ik ben weer thuis gekomen. Het is op dit moment 4:00 s'nachts. Bij jullie is het nu 1:00 s'middags. En ik ben voor jullie speciaal deze video nog gaan uploaden. Het was een leuke dag. Niet heel veel bijzonders nog gebeurd. Maar het strand was heel mooi om te zien. Vooral leek wel een vulkaanuitbarsting. Maar dan, het was een soort van grot waar dan water in kwam. Waardoor het soort van verstopt raakte. En dan de lucht, die gooide het er allemaal weer uit. Morgen ga ik als het goed is naar San Diego om daar mijn camera te kopen. Dus daar komen denk ik wel wat leuke mooie beelden van al die hoge gebouwen en zo. Dus ik zeg nu voor jullie daar in Nederland wel trusten. En ik zie jullie dan morgen alweer. Adios.